Honing is lekker en super gezond, mits je het bij de imker koopt. De imker is een bijhouder. Want ja, als je het in de supermarkt koopt, dan is het aangelengd met suikerwater. Troep dus. Maar bij de imker is het biologisch. Rauwe honing. Honing helpt bij meerdere dingen. Waaronder bij afvallen. Want het verbrandt vet en het zit bomvol vitamine en mineralen. Denk aan vitamine B2, B3, B5, calcium, koper, ijzer, fosfor, kalium en zink. Dat is nogal wat. Wanneer je honing in je thee doet, dan vervliegt eigenlijk de magie. Dus het beste is gewoon een lepel honing in je mond te stoppen. Maar ja, in de thee is het natuurlijk wel ook erg lekker. Honing is dé natuurlijke remedie bij hoest en verkoudheid. Zoiets simpels, dat verwacht je toch niet? En het is natuurlijk ook nog eens een stuk goedkoper als die hoestdrankjes. Want waar zit dat, wat zit daar allemaal niet voor troep in, wat in de winkels verkocht wordt? En honing is ook de perfecte bron van natuurlijke energie. Je krijgt er energie door en het verbetert ook nog eens je korte termijn geheugen. Honing helpt ook bij een droge huid. Smeer het op je huid en laat het intrekken. Honing bestrijdt parasieten en geneest en ontsmet wondjes en blaren. Honing bevat enzymen. En de honing moet dan niet verhit worden natuurlijk. Want anders krijg je het, ja, dan is het ook niet goed. Of als het aangelengd wordt met suiker, dat moeten we niet hebben. Dus de imker die haalt de honing uit de honingraad. Door de zegels van de raten te breken. En plaatst dan de honingraten in een honingslinger. En die imker die zal deze met hoge snelheid laten draaien. En dat proces noemen ze koud geslingerd. Je hebt dan rauwe biologische honing. Soms wordt de honing door de imker nog langer geroerd. En dan krijg je een soort crème honing. Die smaakt weer anders. En ja, hoe dan ook, je hebt wel rauwe honing te pakken. Soms wordt de honing na enige tijd gekristalliseerd. Dan gaat hij versuikeren. Het doet niets af van de smaak, maar je krijgt het alleen wat moeilijker uit de pot. En ja, het is een normaal natuurlijk proces als het op een gegeven moment gaat versuikeren. Het is een kristallisatie. Maar nogmaals, deze zijn nog goed, maar het doet niets af van de smaak. Wat kan ik er nog meer over vertellen? Je kunt honing altijd bewaren. Er staat eigenlijk wel een datum op soms, maar het is gewoon goed, houdbaar. Het blijft goed. En behalve de honing, die super lekker is en die ook helpt tegen een zere keel als je verkouden bent en keelpijn hebt, hebben we ook koninginnengelei. Dit is crème. En wat doet deze crème? Nou, het heet Royal Jelly op zijn Engels. En het is een romige honing. Dus je kan het ook in honing kopen, maar dit is dan de crème ervan. Want dit is goed voor tegen rimpels. Het is een anti-rimpelcrème. Het maakt je huid zachter, soepeler. Het komt van de bijenkoningin. En het is een zo'n krachtige superfood, Royal Jelly, dat de bijenkoningin toch wel tot 2 keer zo groot kan worden als een normale bij. En tot wel 30 keer zo oud kan worden als de gewone bijen.
Het bevat naast vitamine en mineralen ook waardevolle eiwitten en antioxidanten. Waardoor dus ook je concentratievermogen kan vergroten. Maar ja, dus die crème, die heb ik gekocht voor de rimpels. Kan ik wel gebruiken. Maar nee, het is gewoon meerdere producten zijn er te koop van. En dat is goed te doen. Het is af en toe wat prijzig, maar je kunt beter investeren in, ja, in jezelf en in je gezondheid dan in andere dingen, zullen we maar zeggen. En het is goed voor de weerstand, voor je afweer. Het geeft je energie. Het is goed. Het helpt tegen kanker. Het schijnt tijdens onderzoeken geweest te zijn dat het goed is voor de maagsappen. Als je maagsappen hebt, verdwijnen die. Ja. Het is ongelooflijk wat het allemaal doet voor, je men, voor de mens. En koninginnengelei is dus zo'n waardevolle toevoeging voor jezelf. En ook als huidverzorging. Als je eczeem hebt, psoriasis, droge huid, jeukende huid, brandende huid, dan kun je dat erop smeren. En ja, de honing heeft een antibacteriële werking en een schimmelwerende werking. Het kan huidproblemen verhelpen. Je kan het ook als een gezichtsmasker opdoen of als huidcreme gebruiken. En het heeft een hoge concentratie essentiële vitamine en mineralen. Manuka honing is trouwens de beste honing die er is, maar ook wel erg prijzig. De echte Manuka honing komt uit Nieuw-Zeeland, dus kijk wel altijd eventjes op de verpakking dat je weet dat je geen neppert te pakken hebt, want ook die zijn soms in de winkel te verkrijgen. En heeft een bacteriedodende werking, honing. Honing is dus bijzonder goed voor je. Maar nu gaan we het dus hebben ook over de combinatie honing en kaneel. Want de combinatie van honing en kaneel is een effectief middel tegen vele ziekten. Hartkwalen kunnen erdoor verdwijnen. Cholesterol, maagproblemen en huidinfecties kunnen verdwijnen. Vermoeidheid en een slechte adem. Het verbetert wat je kan doen. Je kan een pot kopen met poeder. Op de achterkant staat hoe en wat. En meng 2 eetlepels biologische rauwe honing met 3 theelepels kaneel. Gebruik ze dus samen. Doe het in een groot glas lauw water en drink het op. Het voorkomt dus hart- en vaatziekten. Dat is nogal wat. Het helpt ook tegen artritis. Het is goed voor de galblaas. En bij het verlichten van verkoudheid beschermt het tegen bacteriële infecties. Er zijn overigens verschillende soorten kaneel. Dat is ook heel belangrijk om te benoemen. Je hebt cinnamon en cassia. Op zijn Engels heet kaneel cinnamon. Maar zoals je in de winkel kan kopen, is heel vaak de cassia variant. En die moet je juist niet hebben. Beide kaneelsoorten komen van de kaneelboom. De cinnamon. Maar wat is het verschil nou tussen die cassia en die Ceylon-kaneel? Nou, dit is uiteraard Ceylon, want we weten wel wat we aan moeten schaffen. Daar hebben we ons onderzoek naar gedaan natuurlijk. Cassia bevat meer coumarine. En bij grote hoeveelheden coumarine kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. En die cassia die ligt in de supermarkten. Cassia is goedkoper en ongezonder kaneel. Ja, het is in alle supermarkten te koop.
Coumarine brengt schade aan ons lichaam. Het bevat additieven en bestrijdingsmiddelen. Pesticiden dus. Sinon echter is veel duurder. Het is kwalitatief ook beter en lekkerder van geur en smaak. Het heeft een antibacteriële eigenschap. Het bevordert het denkvermogen dankzij de aanwezigheid van magnesium. Het bevordert het denkvermogen, waardoor je helderder kan nadenken. Het heeft gunstige effecten bij diabetes type 2. Het reguleert de bloedsuikerspiegel. Het stimuleert de spijsvertering. Het is goed voor de doorbloeding. Het verhoogt het libido. En het is kankerremmend. Het heeft een gunstig effect op hart- en bloedvaten. Kies daarom biologische Sinon. En ja, gebruik het wel met mate natuurlijk. Je hebt speciale websites zoals Pit & Pit. En daar kun je het kopen. Vind je mijn content leuk? Dan kun je altijd abonneren, dat zou ik tof vinden. Wat ik ook zou willen vragen is, als je mijn werk tof vindt, of je me wilt steunen, middels mijn boek. Ik doe niet aan reclames op YouTube, daar hou ik niet van. Ik hoef niets te verdienen aan YouTube. Daar ben ik zelfs tegen. Ik vraag ook nooit om donaties. En ik heb wel een boek geschreven. En ik zou het super tof vinden, dit is trouwens een flyer. Ik ben druk bezig met flyeren. Ik zou het super tof vinden als je me dan steunt, middels het boek, door dat te kopen. Onder deze video zal ik een link plaatsen waar je hem kan bestellen. En ja, het boek gaat niet alleen over codependency en over narcisme en de dynamiek tussen de codependent en de narcist. Ik leg je ook uit over innerlijke kindwonden, over trauma's in de jeugd, dus ik breng je helemaal terug naar het begin eigenlijk van je leven, want daar zit de wortel. Ik heb het over trauma, over de moederwond, de vaderwond. Het is een heel breed boek. Ik heb het over hoogsensitiviteit, HSP, relatieverslaving. En ja, je zal jezelf een ontzettend groot cadeau geven, want je kan jezelf helen. En middels mijn boek hoop ik dat je daarvoor bereid bent de moed op te rapen om het innerlijk werk te doen. Dus het zou tof zijn als je mijn boek bestelt. Als ja, blijk van waardering voor het werk wat ik al deze jaren al doe. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende.